Goedemorgen allemaal. Ja, dit lijkt helemaal nergens op. Wacht even. Hallo, hallo. Welkom bij deze Crypto 17 mei 2018. Ja, als je een nieuweling bent in crypto, en dat zijn we eigenlijk allemaal, maar als je echt een nieuwe nieuweling bent, dan kun je wellicht met deze afbeelding en de tekst daarboven identificeren. Ik kom er aan het einde nog even op terug voor de wat nieuwere volgers van mijn kanaal. Maar we beginnen eerst eventjes, zoals zo vaak, met Bitcoin. Ik heb gisteren in mijn video een reden geschetst waarom mijn beeld is dat we naar dit groene vlakje gaan afdalen. En dat de prijs van Bitcoin nu $8271 zal gaan overhellen in de range tussen de 7800 en 7900 grofweg. Maar dat daar mogelijk ook een bounce gaat komen, een weg naar boven toe. Al weten jullie alles met een korreltje zout, want het kan evengoed nog verder naar beneden gaan. Ik denk persoonlijk van niet, er is heel veel positief sentiment en dit zou een heel mooi plekje zijn om die bounce te gaan krijgen. Ja, dat was het, zeg maar, het wat negatievere stuk, dat we nog wat naar beneden gaan. En nu geef ik jullie een cadeautje, namelijk drie positieve bullish signalen die erop zouden kunnen duiden dat Bitcoin de weg naar boven voor een goede gaat vinden. Het eerste bullish signaal, ik zit hier op de one day kaart, de één dag, iedere candlestick is één dag. En het eerste wat je daarop zou kunnen duiden is een falling wedge, zoals dat heet. Nou, zo'n falling wedge patroon die wordt doorgaans naar boven toe, breekt die uit. Ja? Dat is signaal 1. Dan als je kijkt naar... ik doe het gewoon eventjes een beetje kneuterig met mijn brushje. Ik kan het ook heel mooi met curven doen, maar... Hier hebben we een V-vorm en dit zou een U-patroon kunnen gaan vormen. Nou, die twee samen, dat heet een Adam en Eve reversal mogelijk. Een reversal is op het moment dat hier bovenuit gebroken gaat worden. En deze V is daarvoor voorwaardelijk en vervolgens een wat meer afgevlakte U-vorm is de volgende voorwaarde. Als die hierboven gebroken gaat worden, dit patroon... Dan zou je normaliter gesproken kunnen uitgaan van het laagste punt. En kan ik andersom een reversal induiden naar beneden toe. In dit geval naar boven. En dan, oh, dit is niet echt een mooie rechte lijn. Dan zou je die uitbraak van het laagste naar het hoogste punt van de V. Dan wel de U. Een uitbraak kunnen gaan mogen verwachten richting pak een beetje $18.000. Vanuit dit Adam en Eve patroon. En dan heb ik er nog eentje voor jullie. Eén bullish signaal. Ja, met wat puzzelen dan zie je van alles in de kaart. En ik moet zeggen, ik geef even de credits hierin aan Filecoin. Ik heb vanochtend een video van Filecoin gezien. Of was het gisteren, ik weet het even niet meer. Die trouwens ook deze range in acht houdt. Volgens mij volgt die meeste crypto. Ja... Fibonacci zoek ik. Ik blijf dat toch altijd een beetje op kneuteren. Zet hier niet gewoon tussen Fibonacci. Eentje hoger. Deze. Ja, dat is hem. En dan de trend-based Fibonacci extension. En dan ga je kijken van waar heeft deze trend zich ingezet. Nou, dat is hier beneden geweest natuurlijk. En van beneden is dit het hoogste punt geweest. En we bevinden ons nu hier, waar ik die reversal verwacht, dan laat ik hem eventjes los. En dan is die 61,8% naar beneden toe is die gulden snede. Maar daarboven toe is dat ook een plek waar je een verdere groei naar boven zou kunnen verwachten. En als we dat dan nemen vanuit dit punt, dan zou Bitcoin kunnen gaan groeien richting die Fibonacci extensie op zo'n 13.500. Ik meen dat hij op 13.800 uitkwam. Hij zal ongetwijfeld dit wat nauwgezetter hebben geplaatst dan meester crypto. Want hij is wel een graadje beter hoor in TA dan ik. En heel wat graadjes overigens.
Los van wat je allemaal van Elliott Waves mag vinden. Hè, maar de 1, 2, 3, 4, 5 patronen naar boven, de ABC-correcties, nou, die kun je wel, ook al is het arbitrair subjectief, die kun je wel zien in de groei naar boven dan wel naar beneden. Hè, dus het zou kunnen dat dit de eerste wave naar boven gaat, de 1, 2, de derde wave is doorgaans de langste, de grootste wave, en die zou ons dus kunnen brengen naar een gebied tussen de 13.500 en 14.000, alvorens we weer wat naar beneden gaan afzwakken en de vijfde wave gaat komen. Dus nogmaals, een beetje gejat van Filicon, maar het is wel een derde bullish signaal, een derde teken dat we dat ons mogelijk nog heel veel moois te wachten staat. En ik dacht dat het toch wel tijd was voor wat opbeurends, hè, dat al het gekwakkel van de laatste maanden feitelijk. Dat gezegd heb ik nog even een waarschuwing over Ethereum. Want Ethereum, ten opzichte van Bitcoin, die heeft hier wat hogere toppen gekregen. Tegelijkertijd in de RSI, Relative Strength Index, lagere toppen gekregen. Dat duidt op een, als jullie mijn video over RSI hebben gezien, of je wist het natuurlijk al lang, dan duidt dat op een bearish divergentie. En dat zou een aankondiging kunnen zijn dat Ethereum ten opzichte van Bitcoin een correctie gaat krijgen. Dus ik heb persoonlijk mijn Ethereum even van de hand gedaan in afwachting van om later wat goedkoper en meer terug te kunnen kopen. He, want dat is natuurlijk wat wij traders allemaal doen. Ion daarentegen, die bevindt zich op deze trendlijn naar boven toe en zit op een heel gezond punt om dadelijk weer een weg naar boven te gaan vinden. En jullie weten, Ion als protocol van binnen de OneChain, Icon en Ion, hè, die drie eenheid die ze hebben gevormd. Ik denk dat Ion nog heel veel groei gaat krijgen de komende maanden. En dat het goed is om er wat van in je portfolio te hebben zitten. Kijk alleen al hier naar dit volume dat hier heeft plaatsgevonden. Hè, er zijn duidelijk heel veel mensen of juist grote partijen aan het verzamelen. Ion aan het sprokkelen, zoals ik zelf dus ook. En tot slot wil ik even wijzen op EOS. En EOS heb ik eigenlijk in mijn kanaal nog verder helemaal niet genoemd. EOS, ik dacht, ja, het is het zoveelste protocol. En in het verleden was EOS vooral een idee. Een ideeënpapier, zoals dat voor heel veel crypto's natuurlijk geldt. Maar het mogen duidelijk zijn dat EOS vanaf, nou pas echt goed vanaf 19 maart, had ik toen maar aangekocht, heel veel tractie heeft gekregen. En een enorme run naar boven heeft gemaakt, hè, waar EOS nu van terug aan het komen is. Hè, de retracement. En laten we daar even die Fibonacci op los. Dan zul je zien vanaf laagste naar hoogste punt, nou, dat we op die 50% retracement zitten. 61,8% zou ideaal zijn, daar zit iedereen op te wachten. Maar of dat gaat gebeuren bij zo'n populaire munt op dit moment, hè, want EOS die schijnt nog flinke stappen te gaan zetten dit jaar. Tenminste, ik baseer mezelf op de geluiden die ik her en der hoor. En nog altijd heb ik me niet heel erg verdiept in EOS, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik denk wel dat het goed is om altijd bij de winnaars te gaan zitten. Hè. Dus ik wil er zelf ook nog verder onderzoek in gaan doen. Want ja, als dit dadelijk de nieuwe Ethereum zou gaan worden, of in ieder geval een plek gaat krijgen naast Ethereum, nou, dan is het natuurlijk heel gunstig om hierin te gaan kopen. En niet als EOS dadelijk op 200ste Bitcoin of iets dergelijks gaat staan later in het jaar. En dan kun je nu beter goedkoop inslaan. Kijk, je moet ook bedenken, als er iets nieuws in de markt komt, een heel nieuw fenomeen, kan een product zijn, hè, ja, dit zou je ook al een product kunnen noemen, dan is het vaak de eerste die op de markt komt die heel veel aandacht krijgt en die de markt in beweging op zijn kop gaat zetten. Maar vaak is het de tweede generatie dat wat er overheen komt, die de echte blijvers gaan worden. Hè, denk maar aan, in een eerder stadium had je bijvoorbeeld die Nokia telefoons, hè, die iedereen gebruikte. Nou, dat was je van net. Maar ja, hè, wie heeft er nu nog een Nokia telefoon? Er is iets beters overheen gekomen wat iedereen nu gebruikt. Nou, zo zou je dat ook voor nieuwe crypto's kunnen gaan zien. De cryptomarkt, ja, ik heb over CoinMarket, ik heb natuurlijk gisteren wat gal gespuwd, maar we kunnen het toch nog voor redelijke wijze aannemen. Je ziet dat er heel veel inmiddels in het groen staat. Ik verwacht dat we toch weer een correctie gaan krijgen met Bitcoin mee straks. En persoonlijk denk ik dat dat een heel mooi moment gaat worden
om nog allerlei altcoins ook aan te gaan schaffen. Kijk, het is ook even afwachten wat Ethereum, als die dadelijk gaat overhellen, en wat die gaat doen, hè, of die de altcoins, welke invloed die zal hebben op alle altcoins die doorgaan. Hè. Je kent die altcoin cyclus meevaren met zowel met Bitcoin, maar ook met Ethereum. Deze noem ik eventjes, want dan kan ik maar als link voor jullie bijzetten. Het lijkt me goed om alle, nou ja, alle in ieder geval de belangrijkste protocollen op een rijtje te hebben. en te weten wat zij allemaal in huis hebben. Kijk eens hoeveel moois er rondom Neblio staat. Ik kon het toch niet laten om daar even op te wijzen. Geen masternodes, nou ja, dat is natuurlijk geen vereiste om een goed draaiend systeem te hebben. Al kan het wel lucratief zijn voor degene die masternodes hebben. Verder wil ik er niet te veel op alles inzoomen. Het mogen duidelijk zijn, de protocollen, daar zijn er een heleboel. En ze zijn concurrenten van elkaar. En voor een deel zijn ze ook complementair aan elkaar. Want het is niet dat ze allemaal exact dezelfde behoeftes vervullen. Dat kun je hier bijvoorbeeld zien bij het main selling point. Nou, niet helemaal, maar voor een stuk wel. Goed. Dan had ik dit wellicht iets later willen zetten. Nou, we zijn er nu toch, hè. Why do people get wrecked in crypto? Wrecked is de term voordat jij flink in de min komt te zitten. Dat je een heleboel van je geld kwijtraakt. Nou, een van de redenen is short-term planning. Korte termijn politiek. Dat jij je, en in combinatie met anxiety. Dat wil zeggen dat jij niet kunt wachten. Je wilt snel rijk worden. Je wilt de vlugge route gaan nemen naar het miljonairschap of wat dan ook. En nou ja. Je kunt veel beter de weg van de schildpad bewandelen in deze. En dat hangt samen met een goed risicoprofiel. Hè? Dat je je portfolio zo indeelt dat je een bepaald percentage gebruikt voor die swing trades of voor de hogere risico ICO's of crypto's. En dat je, en dat is de weg van de schildpad, hè? Ook de grotere caps, de belangrijkere munten die in de top 10, de top 20 staan, dat je daar een belangrijk deel van in je portfolio hebt zitten, met erin Bitcoin als koning, blijf ik maar herhalen. Zorg dat je dat steeds je doel blijft worden. En dat je dus niet op een moment dat je ergens op Twitter wat leest dat munt X morgen waarschijnlijk al 30% omhoog gaat schieten, dat je heel je Bitcoin portfolio daar in één keer in gaat gooien. Want dat gaat op een goede dag, gaat dat ontzettend mis. En dan ben je dus wrecked. En als jij behoort tot wat nieuwere garde van mijn volgers. Volgers vind ik al zoiets om te zeggen. Je moet mij niet zomaar volgen. Maar je weet wat ik bedoel. Dan hoop ik, en dit is een beetje WC Eend, promote WC Eend. Dan hoop ik dat je ook nog eens terugkijkt naar mijn eerdere video's. En van mijn part doe je dat bij een ander hoor, op YouTube of zo. Maar zorg dat je bepaalde basics, bepaalde vaardigheden onder de knie hebt. Of bepaalde principes duidelijk hebt. Bijvoorbeeld deze 6 onmisbare tips voor crypto beginners. Ik zeg niet dat iedereen die dat nog niet heeft gedaan in deze video moet kijken. Dat zeg ik eigenlijk wel. Ja, dat zeg ik wel. En als je het allemaal al weet, dan sla je het lekker vlug over, ben je snel klaar. Maar er zitten wel bepaalde basics in die je dat wrecked zijn kunnen vermijden. Sowieso zijn er een aantal andere zinnige video's die je erin kunt bekijken. Maar dat laat ik even aan jullie. Dan hadden we nog de Nasdaq Exchange. Nou, de Nasdaq Exchange die gaat niks vragen voor de listing van een token. Zij zullen zich baseren op het whitepaper, met het team gesprekken voeren en op basis daarvan beslissen of een token of een crypto geplaatst kan worden binnen de Nasdaq crypto beurs. In plaats van dat hele hoge toegangsfees gevraagd wordt, toegangsgeld gevraagd wordt voor een crypto om op een beurs te mogen verschijnen. En dat, ja, dat lijkt steeds meer uit de hand te lopen, de bedragen die daarvoor gevraagd worden. Een bijzonder gunstige ontwikkeling. En daarnaast, als jij wilt handelen op Nasdaq, dan zul je daar will be zero, just $10 month to pay. Dus je betaalt eigenlijk een schijntje voor het handelen op die beurs. Ten opzichte van die grote bedragen die je kwijt bent voor het handelen op Binance en in nog grotere mate andere beurzen. Een heel gunstige ontwikkeling. En ja, maybe the next number one exchange. Maar daarvoor zal wel nodig zijn dat Nasdaq
veel meer munten gaat gebruiken, want zij gaan zich in eerste instantie toeleggen op de top crypto's. Maar dat dit wat meer richting die andere beurzen een signaal geeft dat zij willen zij bijblijven, dat zij ook met hun fees naar beneden zullen moeten. Nou, daarin is dit natuurlijk een heel gunstige ontwikkeling, zoals dat bijvoorbeeld ook voor Robinhood geldt, helaas niet in Europa beschikbaar. Ja, dat gezegd hebbende, dan heb ik ook nog een ICO waar ik nog niet in geïnvesteerd heb, maar wel overweeg te investeren. En het is er eentje in een speelveld waarin er toch al aardig wat crypto's momenteel zich bevinden. Het advertentiegebied, het adverteren. Er zijn tal van advertentie, hoe heet dat? Ik ben even het woord kwijt. Advertentiebedrijven, gaan we dat maar gebruiken, op de wereld gaan. En sinds het afgelopen jaar zijn er ook vanuit de blockchain technologie advertentiebedrijven in opkomst. En dat is natuurlijk een ontzettend grote markt. Hè? En ja, er zijn er al andere, maar waarom zouden binnen het cryptolandschap er ook niet meerdere naast elkaar kunnen bestaan? Nou, Big Bomb is er zo'n eentje. En die biedt significante voordelen ten opzichte van reeds bestaande advertentiebedrijven. Ik blijf zoeken naar hoe dat nou werkelijk heet. Maar goed, 41% van de advertenties die vindt online plaats inmiddels. Ze zijn echt niet allemaal even efficiënt. En als je een bepaalde route hebt ingezet als onderneming zijnde. Hey, je hebt een adverteerder in de hand genomen. En je zet bijvoorbeeld in op adverteren op Facebook. Een zijstraat en je bemerkt dat dat niet zo effectief is, dat dat veel effectiever is richting een andere medium, noem maar een website op, dan zul je daar met een andere partij weer in zee moeten gaan. En je zit dan vast aan het contract met betrekking tot Facebook bijvoorbeeld, dus het is allemaal niet zo flexibel. En die flexibiliteit wordt met Big Bomb ICO, het ecosysteem, dat is de ICO, aanzienlijk verbeterd, want je kunt in real-time kun jij je richten op die gebieden waar jij de hoogste mate van effectiviteit behaald ziet. Hè, dat kun je destilleren vanuit resultaten die je krijgt vanuit bepaalde data die je krijgt aangeleverd door in dit geval Big Bomb. Je krijgt bepaalde adviezen. Nou, die adviezen die worden ook allemaal afgerekend met het Big Bomb token. BBO, daar meen ik dat dat is. En op basis van die adviezen kun jij heel makkelijk schuiven. Zonder, er gaan nauwelijks kosten mee gepaard van de ene advertentieplek naar de andere. Kijk, ze hebben hier ook heel hoge cijfers gekregen. Het mogen duidelijk zijn, dit is op een schaal van 1 op 5, dit 1 op 10. Bij ICO-beoordelaars, noem het maar eventjes zo. Dus het zorgt ervoor dat je heel flexibel in real-time je advertenties kunt verschuiven en daardoor een veel betere effect kunt bereiken met je advertenties. Nou ben ik zelf, heb ik een gruwelijke afkeer van de reclame. Op tv zet ik hem altijd onmiddellijk uit of ik zet hem door of wat dan ook. Maar ja, dat is al niet te min. Als ik er een slaatje kan slaan, dan ben ik ook zo immoreel als het maar zijn kan. Geld corrumpeert, oh, meester crypto, jawel. Kijk, alles vindt plaats binnen de Ethereum blockchain in combinatie met de Tomo blockchain. Tomo blockchain relatief nieuw. Die wil de schaalbaarheid van Ethereum aanzienlijk vergroten en de snelheid ervan. Want als je hier een contract afsluit of je doet een bepaalde transactie middels die Tomo blockchain, heb je in 2 seconden is het voor elkaar. Nou, dat duurt met Ethereum natuurlijk een stuk langer. Ze hebben al een pre-token sale gehad inmiddels. En de token sale, nou, dat kon je hierboven trouwens zien, die vindt plaats over 11 dagen. Hè. Tenminste, ik neem aan dat dit de dagen zijn. Ze hebben een sale cap van 4000 ether. Nou, als ze daarboven zitten, gaat het dus door. En de hard cap, en dat maakt het dus heel interessant, is 12.000 ether. Nou, dat brengt dus op zo'n 8,4 miljoen dollar momenteel. En ja, dat is natuurlijk erg weinig als dit bedrijf bepaalde trekking gaat krijgen. En stel je voor wat nu 8,4 miljoen dollar is, dat dit zich weet op te werken tot een bedrijf van 500 miljoen dollar. Hè. Wanneer dit veel gebruikt gaat worden, dan is dat helemaal niet zo ondenkbaar. En dan heb je een heel mooi
risk-reward profiel. Of het gaat gebeuren. Het staat, je moet overal alles met een korreltje zout nemen en kritisch zijn. En je realiseren dat dit natuurlijk een high risk, high reward gevalletje is. Hier staat die hard cap. Ze hebben een token allocatie. Hoe wordt de opbrengst van de tokens heel verdeeld? Het staat hier eigenlijk al, ik kan het wel oplezen. Het token sale 16,25%. De oprichters 13%. Network growth is belangrijk natuurlijk. Zorgen dat dit goed gepromoot wordt bij mensen, bij de bedrijven terecht gaat komen, et cetera. 30%. De adviseurs 9%. En dan nog 32, bijna 32% in reserve. En op het moment dat mensen gaan kopen, bedrijven, ondernemingen, dan kunnen ze dat bijvoorbeeld met creditcard afrekenen. Dan betalen ze 5% meer, maar dat is wel heel toegankelijk. Hè? Want je kunt vanuit de traditionele financiële setting, kun jij een advertentieruimte, een advertentiebemiddeling kopen. Maar die wordt vanuit die reserve dan, worden de tokens aangekocht. Wat dus de vraag naar de token verder zal doen opstuwen. Dan is dit het team. Het team is relatief beperkt. 9 mensen en er zijn ook nog een aantal adviseurs. Een van de adviseurs heeft nog een boek geschreven over, dat is deze, een boek geschreven over blockchain en ICO's. En deze man, de CEO en co-founder, nou, die heeft al 11 jaar ervaring in de technologie, maar die heeft ook al een online advertentiebedrijf opgericht in 2011. Nou, en ook deze anderen hebben wel degelijk hun sporen verdiend, zij het in het ontwikkelen van software, dan wel binnen de marketing en adverteren. Even spieken op mijn blaadje, of ik, want ik heb een heleboel gerateld, maar ben ik iets essentieels vergeten? Ja, nou in die zin dat ze op het Banker & Kyber Network, daar gaat in juni al een listing plaatsvinden. Dus je gaat nu meedoen met de token sale, met de ICO. En reeds in juni zou je je tokens al kunnen verhandelen. En de bedoeling is dan natuurlijk tegen een hogere waarde dan momenteel. Maar vergis je niet, hè, we hebben het hier over 12.000 Ether hardcap. Nou, dit zijn de partners allemaal. Daar zitten een aantal belangrijke namen toch wel tussen. Sowieso vanuit TomoChain en Kyber Network zijn hier ook al mensen betrokken bij de ontwikkeling van dit product. Hè. Dus dat is zeg maar de backup. Maar waar ik naartoe wilde was dat 12.000 Ether er zijn. Maar dat kan ik hieronder niet vinden. En dat er al 40.000 mensen zich hebben ingeschreven op Telegram bij BigBomb. En 13.000 BigBomb volgen via Twitter. Nou, dat zijn natuurlijk niet misselijke aantallen. Stel dat die allemaal 1 Ether aan BigBomb willen kopen. Dat is natuurlijk hartstikke onmogelijk. Dus de vraag is al groot. Whitelisting kan stoppen. Dus het kan geen kwaad om je reeds te whitelisten. Mocht je geïnteresseerd zijn in BigBomb. En in oktober 2018, dat duurt ook dus niet meer zo lang, dan gaat de alpha versie wordt al gelanceerd. He, met andere woorden, dan kan het balletje pas echt goed gaan rollen. Wat al vrij snel is natuurlijk. Nou, ze hebben hier een behoorlijke groeicurve voor zichzelf al neergezet. Lees dat zelf maar eens rustig door, zou ik zeggen. Hey, ik laat het hier eventjes bij. Laat ik het hier echt bij. Ik vond dit nog een hele mooie afbeelding. Die ga ik verder niks bij kletsen. Ik laat het hier eventjes bij. Mensen, let goed op het portfolio. En tot de volgende keer maar weer. Dag.